Wereldberoemd in de 17e eeuw en van levensbelang voor de inwoners van Walcheren. De Westkapelse Zeedijk. Bijna 500 jaar oud en meer dan 4 kilometer lang. De eerste dijk stamt uit 1540. Maar ook nu nog wordt hij onderhouden en regelmatig versterkt. In de zomer van 1939 stapte deze bejaarde tijdens een bezoek aan Walcheren ook even uit op de zeedijk van Westkapelle om het Zeeuwse wereldwonder met eigen ogen te aanschouwen. Want de Westkapelse zeedijk is Zeelands beroemdste zeewering van voor de deltawerken. In de 17e eeuw wordt zelfs gesproken over één van de beroemdste die in de wereld bekend zijn. Het is dan ook een technologisch kunststuk uit het begin van de 16e eeuw. Hoewel de eerste fase van de dijk al van mogelijk voor 1500 dateert. Het allereerste dijkje eigenlijk was een vrij smalle dijk die midden door de stad werd gelegd. Toen is er vrij kort daarna een tweede dijk naast gelegd. En uiteindelijk is in de loop der jaren is dat opgevuld tot één grote dijk. En daarna ontstond het idee, omdat er de golven toch steeds meer stukken sloegen uit die eerste dijk, om die helling aan de zeezijde heel flauw te maken, zodat de golven konden uitrazen tegen die helling van de dijk. Goed onderhoud van de dijk was en is van levensbelang voor de bewoners van de Westkaap van Walcheren. De dijkwerkers van Westkapelle, waarvan het leven helemaal verbonden was met het wel en wee van hun dijk, vormden tot ver in de 20e eeuw een hechte, gesloten gemeenschap met eigen regels. Dat ging eigenlijk van vader op zoon, dat soort werk. Als je niet uit een dijkwerkersgeslacht kwam, kwam je daar niet tussen. En je had dan 8 zogenaamde bendes. Bende is gewoon een ouderwets woord voor ploeg. Die hadden elk een eigen ploegbaas. En van elk zo'n 30 man, dus grofweg gezegd 250 mannen, het was natuurlijk een mannenberoep, mannen die aan de dijk werkten. Maar er was in de meeste dagen misschien voor 20, 30 man werk. En die overige 200, die zaten thuis, die hadden niks te doen en kregen dus niks betaald. Er heerste over het algemeen veel armoede onder de dijkwerkers. Maar stormen en stormvloeden betekenden werk en dus tijdelijk welvaart. Maar ook nu wordt de dijk, net als andere Zeeuwse zeedijken trouwens, regelmatig onderhouden en versterkt. Dijkversterkingen, zoals die de laatste jaren plaatsvinden, zijn nodig om een superstorm te kunnen weerstaan die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt. De dijk is in Zeeland het waterstaatselement bij uitstek. En de technologie daarvan en van andere zeewerende werken schrijdt altijd voort. Bovendien zijn ze gezichtsbepalend voor het Zeeuwse landschap. Ook stranden en duinen bijvoorbeeld spelen vanouds een grote rol in de kustverdediging. Net als de opvallende paalhoofden, zoals die bij Domburg. De paalhoofden in Zeeland hebben we er ongeveer 200. Maar de eerste 30 die zijn in de 18e eeuw hier gezet. En hier is het allemaal begonnen met die paalhoofden. En ik heb dat wel eens geschreven, het is echt het Domburg gevoel. Er is ook een theorie dat de bekende schilder Mondriaan hier in 1908 een pril begin heeft gemaakt met zijn abstracties. Door die verticale lijnen van die palen en zo. Ja, het is prachtig. De paalhoofden voorkomen het wegslibben van het strand en zijn tegenwoordig in heel de provincie cultureel erfgoed. Maar ook betonmuurtjes als verhoging op de dijkkruinen zijn belangrijk voor de kustverdediging en beeldbepalend tegelijkertijd. De Muraltmuren van Schaardedijken, naar de bedenker Robert Muralt, hebben zelfs een officiële monumentenstatus. En zo hebben we, zeker met de moderne deltawerken erbij, bijzonder veel waterstaatserfgoed in Zeeland. Met dank aan de Zeeuwse dijkwerkers, die eeuwenlang het zware werk deden. Maar ook zij zijn gebeiteld tot monument, bij de Veerse Gatdam. Toch blijft die indrukwekkende Westkapelse zeedijk, die nu ruim 400 jaar dienst doet,
het monument en het symbool van onze eeuwenlange strijd tegen het water.